Dit is hem, de bal van de finale van de Copa America, die er in de eerste helft ongenadig van langs zal krijgen. Want ze vliegen er allebei in. Dit is de tweede minuut, de kopbal van Lugano. De hensbal van Ortigoza met twee handen wordt niet gezien door scheidsrechter Fagundes uit Brazilië. Hier de eerste redding van Biar, dan de kopbal. En 1, 2, 3 keer zit hij er wel ongeveer aan met zijn hand, maar er komt niets voor. Uruguay is uit de startblokken gevlogen en Paraguay moet vanaf het begin meteen mee. Het levert een chaotische eerste helft op met kansen en een goal na 11 minuten. De naam Luis Suarez, de vierde van dit toernooi. Hij maakte er 2 in de halve finale. En nu zet hij Uruguay vroeg in de wedstrijd op voorsprong. De controle is goed, het fortuin is er een beetje, maar dat dwingt hij zelf wel heel erg af. Hier is hij opnieuw Suarez, als hij Forlan bedient. Forlan onderweg naar Villar, die maakt zijn goal goed klein. En het blijft 1-0 voor Uruguay in een stormachtige eerste helft. Vol overgave en passie gespeeld. Hier Rios, goed doorgegaan, meegegeven aan Forlan. En dan vlak voor is 2-0. Uruguay zit op rozen op weg naar de 15e Copa America. En dat is een record in dit continent. Samen met organisator Argentinië stonden ze op 14. Hier nog een keer de actie van Rios en het droge schot van Diego Forlan langs Villar. En voor rust lijkt het dan al beslist te zijn in het voordeel van de nummer 4 van de wereld. Want Uruguay was ook vorig jaar het beste Zuid-Amerikaanse land. De tweede helft met Paraguay meteen. Hier een schot op de lat, een volley van Valdés op aangeven van Ortigoza. Als signaal van een mogelijk hectische tweede helft. Maar daarin bleef Uruguay de controle houden. Hier Eguren, een invaller op aangeven van een andere invaller. Met enig geluk trouwens was dat Cavani. De topscorer van Italië die veel pech kende dit toernooi. Dit is de slotfase. Cavani geeft hem aan Suarez. Forlan in één keer. En daarmee is het definitief beslist. 2 minuten voor tijd wordt het 3-0 voor Uruguay. Afgetekend, verdiend. Winnen zij de Copa America onder leiding van aanvoerder Lugano. Suarez wordt nog de beste speler ook van dit toernooi. Met 4 goals, 1 goal achter topscorer Guerrero. En zo vieren ze dat in Zuid-Amerika. En in Montevideo zou het ongetwijfeld nog heel lang onrustig zijn.